al klaargezet. Je kan er niet zijn. Onderuit. Hoor. Nou ja, leuk. Ja, dan neem ik jullie mee naar twee nummers uit mijn soloprogramma U, ik en de piano, ja, waarmee ik door de zalen trek, ja. Ik wil jullie dan meenemen niet naar Java, maar naar Celebes. En weet je, in de jaren 20, dus het hoogtepunt van de gezellige soostijd, zo, weet je wel. In de jaren 20 had je vooral op Celebes en met name in Makassar, dat is tegenwoordig het Ujung Pandang, heet dat, weet je wel. Er zaten in der tijd ook veel Oostenrijkers en Duitsers, ja. Gekke namen had je in der tijd, weet je. Herr von Schwanziger en vrouw Bloementaal en familie Schneeweis, weet je. En weet je, die waren gek, die Duitsers, op de zogenaamde komische lachcoupletten. En die komische lachcoupletten, die kwamen uit Duitsland overwaaien. Dat waren de zogenaamde Schlagersänger, hè, die zongen die komische lachcoupletten. En dan had je die oude 78 toerenplaten, weet je wel. Je weet toch wel, die harde bakkelieten. Die gingen met een noodgang toch op zo'n oude, grote, eikenhouten salongrammofoon met klapdeuren, nog, weet je. En je had verschillende gekke merken, weet je. Je had Homo Cor. En je had Kristal en Electrola en Decca natuurlijk. Nou, ik neem jullie mee naar zo'n komische lachplaat, ja. Het was dan zo, dan zaten pa en ma en de kinderen, die zaten dan zo gezellig op de veranda's, zo, weet je. Voor het naar bed gaan, die kinderen mochten dan bij de grammofoon zitten. En dan draaide pa zo'n Duitse lachplaat, ja. En dan lachte het hele gezin mee, hikkend van de lach, op de maat in het refrein. Dus je weet wat je te wachten staat, ja. Ah, joh, kom jongens, ik heb zo'n lachfokstrot gevonden. Ik moet dat een beetje Duits aankondigen natuurlijk, dus ik ga van mijn pacho af, ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Hier in dieser dritte Spät-Spät-Lin-Show. Herzlich willkommen. Ich habe hier einen komischen Lach-Foxtrott. Es heißt Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du. Musik und Text ist von Anneliese Knödel und Gustav Strödel, meine Damen und Herren. Und es kommt aus der komischen Knalloperette. Jetzt stehe ich da wie der Dicke von Afrika. Frisst Pfeffer und scheißt Paprika, meine Damen und Herren. Also Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du. Du-du-du-du-du, sag's mir di-da-du-du-du, wann kommst di-da-du-du-du zu mir? Oh, glaube mir! Du-du-du-du-du-du, sag's mir di-da-du-du-du, wann kommst di-da-du-du-du zu mir? Oh, aber ich warte auf dich auf jedem Rendezvous, immer zu, aber du sagst ab und wieder zu, drum frag dich du-du-du-du-du-du, sag's mir di-da-du-du-du, wann kommst di-da-du-du-du zu mir? Kommt das, ne? En wann kommst dit dat doodledo zu mir? Nou, we zijn nog helemaal in de moed, zeg. Ik heb al gehoord op de maat, jalui. Kort inademen en diep uitademen. Dan moet het lukken, ja? Ajo, kom. Fantastisch. Controle. Oh, aber ich wart op dich auf jedem rendezvous. Immer zo, aber du sagst en waarom komst dit dat doodle doe? Zo meer, zo meer, zo meer, zo meer, zo meer. Aus. Herzlich bedankt. Nou, weet je, dat was natuurlijk in de jaren 20 en in de jaren 30 had je ook een hele beroemde cabaretier, Louis Davids. Hè? En Louis Davids heeft natuurlijk veel naam verworven en heeft ook verschillende tournees gemaakt naar de Oost. En hij had een paar zusters. Maar er was één zuster, die kon een beetje moeilijk afscheid nemen, weet je, van het Nederlandse publiek, weet je. Maar ze was fantastisch, ze was een kleine, markante vrouw, weet je, 3 turven groot, maar als ze op het toneel stond, joh, ze had een sfeer en een allure. En ze heeft heel veel afscheidstournees heeft ze gemaakt. Ik neem het herinneren, 336. Dus een fantastische vrouw. Maar zo'n vrouw komt ook nooit meer terug in ons Nederlandse amusementsbestel, hè. Ik neem je mee naar een ouder geworden Heintje Davids. Niet weg te cijferen. En Heintje Davids had ook op oudere leeftijd een beetje, wat zou ik zeggen, een beetje moeilijkheden, troubles met haar tanden, weet je. Maar trek je er maar niks van aan, hoor, want wie weet hoe ik er tegen die tijd uitzie, hè. Ah, joh. Kom. Ik heb een paar attributen meegenomen die ze heeft gedragen tijdens al die afscheidstournees. Kijk eens even, een hoed uit het Toneelmuseum uit Amsterdam. Ik maak even een kleine metamorfose en dan ben ik zo bij jullie terug. Ja, even, ja. GELACH
Zo. Geef u me maar een applaus, dan ben ik gered. Hartelijk welkom in deze gezellige... Mijn tante Lien van Drommel, ik vind het ontzettend... Zit iets niet goed, een ogenblik met zo'n beetje. Zo, die zit weer. Ja, die cupidente, dat is vreselijk zoiets. Ach ja, mijn naam hoeft verder geen betoog, lieve luidjes. Henriette Davids. Ik heb erg veel tournees georganiseerd en ook meegemaakt en mee mogen maken samen met mijn... helaas veel te vroeg overleden broer Louis Davids. Louis Davids was een fantastische man. Evenals als Pissuis en Vicarissen en Ellie van Stekelenburg... die erg veel tournees naar de Oost hebben gemaakt. Maar het was een fantastische tijd. En vooral natuurlijk ook die Soosttijd was fantastisch. Het was gezellig, er was sfeer, het was een hele onderneming... want tegenwoordig heb je televisie, ben ik in beeld eigenlijk, moment... Ja, hier, hier ben ik. Dank u. Vroeger had je geen televisie, dat was er nauwelijks bij natuurlijk. En nauwelijks radio, dat was ook weggelegd voor de beter gesitueerde wereld. En televisie was in die tijd dus helemaal niet. En ik moet u zeggen, tegenwoordig ben je één keer op de televisie en dan ben je al een ster. En maak je grammofoonplaten, zeg nou eerlijk. Dan maak je natuurlijk ook gouden platen. Ik heb ook een gouden plaat laten maken. Maar die zit in mijn mond, dat is heel anders. Nou ja, maak het allemaal uit. Ik heb een geweldig ding voor jullie, heb ik een beetje vertaald. Ik moet zeggen, kijk, wij waren net als chameleons vroeger. Wij verkleurden natuurlijk. Oh. À bout portant. Ik heb, we gaan naar Zandvoort aan de zee. Dat kennen jullie toch nog? Ja, ja, ja. Een moment, wacht even. Zo even kort zijn. Ik moet je zeggen dat ik heb daar een geweldige... Het gaat namelijk over de badplaats Borombong. Dat ligt bij Makassar. Ken u dat? Tante Trus, die moet u nog kennen. Het was een fantastische plaats, Tante Lien. Het was een sfeervol. En het heb ik dus een beetje in de hele sfeer natuurlijk omgebouwd, hè, moment. Ik moet mezelf begeleiden, want mijn pianist heeft helaas na het 130ste afscheidstournee af laten weten. Nou, dan moet ik het zelf doen. Het moet lukken. We gaan naar Borombong, al aan de zee. We nemen Chandol en Kroepoek mee. Tante Titi, tante Troel, tante Do en tante Dot. Ome Peng en neefje Pong, de hele bubs. Je lacht hierop. We gaan naar Borombong, al aan de zee. We nemen Lontong en Lumpers mee. Oh, het is zo zaligheid als je daar de zee glijdt. We gaan naar Borombong, al aan de zee. Hoe vind je het zo nog een keer doen? Je bent nog niet van me af. We gaan naar Borombong, al aan de zee. We nemen Chandol, we nemen Chandol. En Kroepoek mee, tante Tiet. Tante Titi, tante Drol, tante Do en tante Dot. Ome Peng en neefje Pom. De hele pups, je lacht je rot. We gaan naar Borombong, al aan de zee, allemaal. We nemen Lontong en Kroepoek mee. Oh, het is zo zaligheid als je daar de zee glijdt. We gaan naar Borombong, al aan de zee. Dan tot ziens, hoor, het was mijn plek. Mijn bloem. Zeg, dat is ontzettend. Ik heb nog een nummer en dat is ontzettend nee, leuk. Dat... Mevrouw Davids, we moeten nou verder met de show. Wat zegt u? We moeten nou verder met de show. Al. Oh, is het? Oh, ik wil het gerust nog een keer doen. Dat is heel goed. Nee, nou, dan. Nee, goed, dan. Nee, dat begrijp ik natuurlijk. Ik hou het kort. Zo. Dag, lui. Tot ziens. Lied, show.